Welkom weer terug bij de Survival. In de video van Mick kwamen we erachter dat de hacker een huis heeft. Of nou ja, we denken dat dit huis van de hacker is. Elke keer als we bij de hackers een huis in de buurt kwamen, begon het te stormen. En vandaag gaan we ons voorbereiden op het ergste. We moeten namelijk helemaal beschermd zijn tegen de hacker. Ik word wakker in mijn huis en ik wil even iedereen gaan wakker maken. Want we hebben vandaag veel werk aan de winkel. Zo heb ik nog geen diamond armor en de noob volgens mij ook niet. Laten we eerst de noob maar eens even wakker maken. Noob, goedemorgen. Klop. Hallo? Hey, Giel, hoor ik jou nou hier? Ja, dat heb je goed gehoord. Ik ben er. Hey, buurman, ik ben beneden. Ik kom wel naar beneden. Ja, Noob, kom. We hebben veel te doen vandaag. Dus kom, we gaan even Mick wakker maken, ja? Ja, Mickey wakker maken. Mickey wakker maken. Ja, we moeten ons vandaag even goed gaan beschermen tegen de hacker, Noob. Dat is heel erg belangrijk. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar dat huis op de heuvel. Ja, ik ben ook enorm benieuwd naar dat huis, inderdaad. Nou, laten we Mick eens wakker maken. Kom, we gaan gewoon, we gaan er gewoon naar binnen slijpen, kom, ja? Kom, gaan we slijpen? Ja. Oké, wacht even kijken. Ik ga hem gewoon wakker schieten. Dat is een goed idee. Wakker schieten? Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ja, dat is grappig. Oké. Volgens mij is hij hier. Hey, goedemorgen, Mick. Hallo. Au. Hey, nee. Ik hoor je wel hoor, Giel. Sorry. Ik wist niet dat je al wakker was. Mick, we hebben vandaag veel werk aan de winkel. Want we hebben in jouw vorige video natuurlijk dat huis hier zo op de berg gevonden. En we moeten ons gaan voorbereiden op het ergste. Dat is eigenlijk wat ik ermee bedoel. Oké. Dus we gaan allemaal net zo'n mooi diamondpakje krijgen als ik heb. Ja, inderdaad. Het begint weer te regenen. Dit gebeurt altijd. En ook zoals ik heb. Hey, Pro, ben je ook al wakker, joh? Hey, Pro, is er? Ja. Oh. Ik hoorde jullie sluipen naar Mick toe. Denk je dat ik echt even sneaky bent? Nee, maakt niet uit. Ik wilde jullie toch wakker maken. Er zit dus alleen maar topschild bij weer heel erg veel werk. Ik heb een idee om ons een beetje te beschermen tegen de hacker. Ik weet niet of je dat ook al gehoord had, Pro. Maar laten we even op een plekje gaan zitten met z'n vieren, zodat we dit even goed kunnen bespreken, zeg maar. Oh, ik heb een perfect plekje, kom maar. Ja, heb jij een plekje? Kom maar naar boven. Ja, het is daar ook mooi weer voor. Plekje tussen... Ja, het is niet echt het mooiste weer. En de regen op het dakterras. Ja, dat komt allemaal door die hacker. Daarom, het is echt de hacker. Wie kan het anders laten rekenen? Dit is wel heel toevallig dat het nou stopt terwijl ik over begin. Die hacker heeft ons. Daar hoort de hackers ons. Ja, dat zou heel erg zijn. Ja, oh, dus, lekker eten. Ik weet niet, de hacker hoort ons. Hoort de hacker ons. Hé, hacker, je bent een super stom. Je bent stom, hacker. Je moet weggaan. En neem het stomme huis van je gewoon maar mee, zeg maar. Ja. Okay. Ja. En geef ons nog meer diamonds. Nee, Mick, dat moet je niet zeggen, want dan gaat de noob dadelijk wel allemaal Nee, wacht. Ga weg en laat heel veel diamonds achter. Ja, dat is een hele goeie. Oké, mannen. Ik vind het heel erg gezellig hier. Het ziet er heel erg leuk uit. Maar goed, we gaan even een kleine bespreking doen. Want wat hebben we allemaal nodig om ons goed te kunnen beschermen? Nou, het brood heeft een noob al. Dat is fijn. Heel erg goed. Ja, voor te eten. Ik heb er toevallig over nagedacht. Want ik en Mick hebben natuurlijk al diamond armor gemaakt. En dat kunnen jij en de noob ook al gebruiken. Mm-hmm. Maar naast dat, ik denk dat enchanting ook wel handig zou zijn. Denk je niet? Oh ja, dat we een enchanting table krijgen. En dat we... Ja, we hebben ook allemaal wel wat levels, denk ik. Dat is ook top. Ik heb er precies. Ja, de 8. Oké, nou daar kunnen we wel wat mee. Dat is niet heel veel, maar... Nee, dat is al eentje meer dan 7. Dat is waar. Dat is maar Noob, het is eentje minder als 9, dus... Ja, dan ga ik nog sparen voor de 9. Eens even kijken. Wat we moeten hebben is denk ik ook golden apples. Want dat is gewoon handig. Dus we moeten appeltjes hebben en we moeten gold hebben. En jij wilde een enchantment table gaan fixen, toch? Ja, zal ik anders gewoon gaan minen en dan neem ik ook gelijk wat gold mee. Ja, dat is een hele goeie. En dan kan de noob misschien wat... Wie slaat de noob? Nou, Mick, was jij dat? Ja. Oké. Jongens, de hacker is de vijand. Ja, wij zijn er niet. Ja. Rustig. Wie heeft de noob ook een pistool gegeven? Dat gaat echt niet goed aflopen. Er zit er geen kogels in. Doe dat ding weg. Dat moet je ook niet zeggen. Nu is het geen schrikfactor meer. Over wapens gesproken, Mick. Dat lijkt me wel een mooie klusje voor jou. Want ja, ik zeg net wel van waarom heeft de noob een wapen, maar... De noob moet zich ook kunnen beschermen. Wij hebben allemaal wapens. En misschien kan jij voor de noob wat dingen maken of zo. Ik heb kokos. Oké, dat moet goed komen. Ik kan ook wel wat redstone meenemen voor de bazooka's. Of voor de kogels. Dat is ook een hele goede. En dan gaat de noob, die gaat mooie appels fixen, denk ik. En dan ga ik diamond armor fixen voor de noob en mij. En dan kom ik daarna wel even kijken hoe dat er bij jullie gaat. En zo. Ik denk dat dat waar kan ik de appels vinden? Ja, maar goed. Je moet heel veel bomen hakken. Dan hebben we gelijk wat hout. Ja, tuurlijk. Dat is ook handig. Hak maar gewoon
een hele hoop Pokémon. Dus ik ga wapens fixen. Ja. Jij gaat enchantments en de noob appels. En wat ga jij doen dan, Giel? Ik ga diamond armor fixen voor de noob en mij. En daarna kom ik gewoon iemand mee helpen. Ik denk jou, Mick. Okay. Misschien kan jij wel hulp gebruiken. Nou ja, ik heb wel hulp nodig ook van de pro. Want ik heb heel veel iron nodig uiteindelijk. Oké, ja, nou, ik kijk wel even waar ik daar aansluit. Er is één probleempje, Giel. We hebben niet echt koeien of leer. Of heeft iemand hier leer voor de boekenkast bij de enchanting table? Oh, we moeten ook wat koeien. Dat kan de noob ook doen. Misschien als je wat koeien tegenkomt, dan ga je nog wat leer meenemen, noob. En anders dan ga ik naar de enchantment of naar de armor, ga ik even koeien zoeken. Moet ik de koeien dan, verslaan? Ja, we hebben leer nodig, heel veel. Dat vind ik wel moeilijk hoor, koeien verslaan. Ja, die zijn ik denk dat dat wel kan, noobie. Ik denk dat dat wel kan. Je hebt nou ook een pistool, hè? Kan die wel, dat kan die wel. Dat komt helemaal die kogels, en niemand geeft mij niet. Dat moet je niet zeggen, noob. Nee, er zitten wel kogels in. Dadelijk valt de hacker jou aan, omdat hij weet dat je geen kogels hebt. Dat zou zo ja, maar dan moeten jullie mij kogels geven en dan kan ik heel verstandig mee omgaan. Ik ga kogels maken. Oh yes! Hacker, als je ons hoort, de noob heeft kogels, oké? Pas op. Ja, de noob heeft kogels. Val hem niet aan, want je gaat er spijt van krijgen. Het gaat niet goed komen. Hier, noob, kogels. Niet zo! Kogel! Nee! Ja, sorry. Ja, sorry, Noob. Dat was echt een ongelukje. Noob, het spijt me. Oh, nou, het is maar goed. Wie doet dat nou? Oh, bro. Ja, ik ben gelijk teruggepakt. Sorry. Sorry, Noob. Het was een ongelukje, oké? Ik ga minen, ja? Ja, oké. Okay, gaan jullie lekker minen en kogels maken en zo. Noob, succes met de appels. Ja, wat is er? Wat is er? Nee, niks. Ik weet het ook niet. De noob begint in één keer te fluisteren tegen mij. Appels, waar ik die het beste kan vinden. Oké, nou, je moet zeg maar hier zo dit bos in lopen. En dan hak je gewoon een hele hoop bomen om. En dan komen er vanzelf, als de blaadjes weggaan, komen de appels uit. Ik had nog 6 diamantjes. Dat waren de laatste diamantjes van de hacker. Hij heeft geen contact meer met mij. Dus ik krijg geen diamantjes meer. Maar het zijn de laatste 6. Beter ook. Een wolf. Die kunnen we goed gebruiken, hè? Ja, die kunnen we heel erg goed gebruiken. Oké, dan ga ik naar de appels zoeken. Ja, dan ga jij lekker naar de appels. Nee. Hij heeft het eigenlijk gehoord. Ik denk dat hij het niet leuk vindt dat hij jouw diamant... dat jij je diamant aan mij hebt gegeven. Nee. Maar ik ben een beetje bang, Giel. Nee, ik snap het. Maar ga maar lekker appeltjes hakken. Het komt vast goed, Noob. Oké, als ik roep, dan kom je, hè? Ja, dan kom ik eraan, Oké. Succes, ik ga aan de gang. Yo, doei. Doei. Oké, het is weer gestopt met onweer ook. Oké, nou, beter ook. Mick, succes, jongen, hey. Ja, nou ja, ik ga ook maar een beetje minen, want ik heb wat meer iron nodig. Oké, nou, dat is helemaal prima. Dan ga ik anders kan ik geen wapens maken. Succes, ik kom zo wel even kijken hoe dat het gaat. Ja, als ik niet thuis ben, ben ik beneden. Helemaal beneden, in de mine. Ja, in de mine. Welke mine gaan jullie trouwens heen? Dan weet ik jullie dadelijk te vinden. Is op zich wel makkelijk. Er is maar één mine, toch? En dat is hier in principe. We moeten eigenlijk nog een keer een goede ingang maken, want dit ziet er niet uit. We hebben nog helemaal niet heel veel gemined. Nou, succes, Mick. Ik hoor het wel. Oké, ik ga hier eventjes lekker mijn huisje in. Want het is tijd dat ik even wat armor ga maken. Hallo, hond, ga je mij meehelpen? Super, dankjewel. Nee, hij heeft er geen zin in. Hij gaat er lekker vandoor. Nou ja, ik moet dus 2 setjes armor maken. En niemand weet dat ik zoveel diamonds heb. Dus dat is echt super chill. Oké, let's go. Ik heb nu dit. En nu moet ik dus nog een setje maken. Oh, dit gaat wel heel erg veel diamonds kosten, zeg. Oh. Waar heeft de noob trouwens al zijn diamonds gelaten dan? Die had er ook nog superveel. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ik heb nu in ieder geval alles hier zo wat ik nodig heb. Ik ga de diamonds meteen weer even opbergen hier zo. Zodat het dadelijk niet zo is dat de hacker me komt aanvallen of wat dan ook. En eens eventjes kijken. Ik ga eens even deze diamond armor naar de noob brengen. Ik ben wel benieuwd. Oh, ik zie hem daar al. Ik zie hem daar al lopen. Wacht, ik ga hem trollen. Ik ga even kijken of dat ik hier, dat ik hem kan raken. Misschien meteen kogel zo. Bam. Heb ik hem geraakt? Nee. Lukt niet. Wacht. Misschien op deze manier. Dit zou wel heel erg grappig zijn. Ik moet hem alleen niet killen. Het is gelukkig wel zo dat als je doodgaat in deze survival, dat je gewoon je spullen houdt. Bam. Werkte dat? Nee. Oké, wacht. Ik moet heel erg stil zijn. Oh, dit wordt zo geniaal als dit lukt. Hakken de pakken. La la la. Yeah. Appeltjes zoeken. Hey! Doe eens normaal. Ja. Ik ben hier appels aan het zoeken. Nee, het was een grapje. Heb je al een appel gevonden eigenlijk? Ik heb 1 appel. Oh, kijk. Ja, nee, hou me bij. Ik wil jou even wat dingetjes geven, want ik heb hier wat mooie diamond armor voor jou. Wat heb je nou nog niet trouwens? Een chestplate, denk ik, of niet? Ik heb geen chestplate. Oké, nu wel. Hier, kijk. Hoppakee. Wow, dan ben ik net zoals jullie. Ja, we zijn super sterk nu. En we gaan er daar nog enchanten ook. Nou, dit wordt helemaal top, Noob. Wacht, ik hak wel eventjes wat dingetjes mee. Wacht, ik ga even een ex halen, ja? Helemaal goed. Oké, ik kom zo terug. Oh, ik moet ook eventjes mijn hond weer thuis afzetten, want die
loopt hij anders dadelijk dit ravijn in. En dat wil ik natuurlijk niet, want ik ben heel erg gehecht aan mijn hond. En het zou toch heel erg zijn als er iets mee zou gebeuren. Oké, hond, jij mag hier weer lekker gaan zitten. Even kijken. Ik was op zoek naar mijn axe. En die pickaxe neem ik ook alvast mee, want die kan ik dadelijk ook nog wel gebruiken. Ik heb nou alsnog de appel. Oké, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Ik heb hier nog allemaal zooi. Hoppakee, dat gooi ik allemaal maar hierin. En de kogeltjes neem ik mee. Dan ga ik eventjes kijken wat de noob allemaal aan het doen is. En of dat het lukt met hakken. Want ja, hij heeft nu nog maar één appel. Dus het gaat niet heel erg snel, denk ik. Hallo, noob. Lukt het een beetje? Hallo. Ja, ik ben hier al bomen hier aan het oogsten. Goed. Heel goed. Ik ben ook bomen aan het oogsten. Ik hak er ook wel even een paar mee. Misschien dat je daar een appeltje krijgt. Maar je moet dadelijk dus goed kijken. Oh, noob, kijk hier. Kijk eens. Ja. Daar liggen er superveel al. Oh, wow. Volgens mij wel 3 of zo. Oh, nee. Ja, wat gebeurt er nou de hele tijd met dat regenen? Ik word er zo gek van. Oh, nee. Oh, als de hacker dadelijk maar niet in één keer voor mijn neus staat weer. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Nee, dat lijkt me ook geen goed idee. Hoppakee. Nou, deze heb ik omgehakt. Ik hak nog even een paar bomen om en dan ga ik even op zoek naar koeien. Want dat was eigenlijk mijn taak, bedenk ik me nu. Oh, appel. Yes. Oh, heel goed hoor. Lekker bezig. Oh ja, we moeten ook nog koeien moeten we leren. Ja, leren. Wat moeten we van de koeien leren? Alsjeblieft, die mag je ook bijhouden. We moeten iets van de koeien leren, maar ik weet niet meer wat. Ik moet van de koeien leren. Nee, we moeten leer van de koeien hebben, dat is het. Oh, leer van de koeien. Hé, maar ik voel wel een nieuw liedje aankomen zo hoor. Oh nee, ik werd geraakt door de bliksem, zag je dat? Werd jij geraakt door de bliksem? Ja, oké, dit wordt wel heel erg creepy zo. Wow, hier nog een appel. Ik hoop echt niet dat de hacker hierachter zit. Nee, ik ook niet. Ik vind waarom sta je dan bij mij als de hacker achter jou aan zit? Ja, omdat de hacker zit normaal altijd achter jou aan. Giel. Oh, een koe. Let's go. Hé, kijk, we hebben de eerste leer. Ja. Hé, weet je wat, Noob? Hoeveel appels heb je nu? Ik heb er nu 17. Oké, dan ga nog maar eventjes door. En dan ga ik eventjes... Hé, kijk, hier nog één. Hoeveel appels moet ik halen? Misschien iets van 40 of zo? 40 appels is genoeg. Oké. Dan ga ik heel veel bomen hakken hier. Ja, dan ga ik op zoek naar koeien, Noob. Dan zie ik je zo weer. Dat gaat snel. Doei. Ik heb weer een koe gevonden. Let's go. Dit is hartstikke top. Dus even kijken. Wow, yo, de bliksem slaat hij de hele tijd in. Zelfs schapen gaan dood. Oh nee, dat heeft deze hond gedaan. Hond, waarom doe je dat nou? Dat mag niet. Het was niet mijn hond, hoop ik. Hey, let's go. En hier hebben we nog meer koeien. Kijk eens aan. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het echt leuk om dit geweer te gebruiken op deze koeien. Het is gewoon echt super satisfying of zo. Bam, 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 bam. Hoppakee. Oh, ik moet dadelijk ook nog andere dingen hebben. Want in leer ben ik dus aan het verzamelen om boekenkasten te kunnen maken. Maar voor boeken hebben we ook sugarcanes nodig. Dus dat is ook wel handig om mee te nemen natuurlijk. Oh, en hier zijn we bij de verlaten bouwplaats. Hier ben ik al zo lang niet meer geweest. Deze bouwplaats is echt van het begin van deze survival. Dus ik vind het wel echt wel lachen om die even een keertje te zien. En hier hebben we nog een koe. En hier hebben we nog een koe. Oh nee, hij rent weg. Nee, koe, kom. Ik heb je leer nodig. Dankjewel. Oh nee. Zo, kom op. Waarom ga je niet neer? Dankjewel. Even kijken, hier hebben we er nog één. Oh, zo, hoppakee. Ik heb nu super veel koeien gekild. Maar ik heb nog heel weinig leer. Dus ik hoop dat dat nog een beetje goed gaat komen. Oh, hier hebben we er gelukkig nog meer. Hoppakee, hoppakee. 24 leer hebben we nu. Bam, hoppa. En we hebben nu 25 leer. We hebben ook echt super veel eten. Jeetje, hoeveel koeien staan hier wel niet? Dit is echt een mega kudde. Hoppakee. Oh, echt bijna al mijn wapens zijn al leeg. Gelukkig staan er niet heel veel koeien meer, denk ik. Zo, dankjewel. Ik ga eens even kijken of dat er nog meer koeien zijn. Ik heb nog wat extra koeien gekild. Mijn wapens zijn allemaal helemaal leeg. Dus het is echt belangrijk dat Mick straks even wat kogels gaat maken. Ik ga straks ook even kijken waar ze allemaal uithangen. Ik doe de wapens voor nu even hierin. Ik heb dus, denk ik, genoeg nu voor de boekenkasten. Of ja, ik heb een hele hoop leer. Maar nu moet ik dus nog sugarcane hebben. En ik weet dat er daar zo aan die kant wat water is. Waar eventueel wat sugarcanes zouden kunnen groeien. Dus ik ga eens even checken of dat het zo is. Want volgens mij heb ik de noob laatst horen zeggen dat hij ergens wat sugarcanes aan het maken was. En ik denk dat het dan hier is. Oh nee, dit ziet er gewoon uit of dat het hier gewoon door de natuur is gegroeid. Nou ja, dit zijn er in ieder geval een heleboel. Dus deze ga ik allemaal meenemen. Want dat heb ik natuurlijk nodig voor mijn boekenkasten. En ik ben ook echt super benieuwd hoe dat het met de pro gaat en zijn enchanting table. Anders dan komen we natuurlijk helemaal nergens. Die enchanting table is wel heel erg belangrijk namelijk. Hoppakee. Jeetje, wat staat hier veel sugarcane. Ik heb nu gewoon al 33. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb, maar we gaan het uiteindelijk allemaal zien. Hoppakee. En hoppa. Kijk, dat was
was de laatste. Ik heb 61 sugarcane. Daarmee moeten we eigenlijk al een heel eind komen, denk ik. Laat ik dan nu maar eens even kijken waar Mick en de Pro uithangen. Ik zie daar al een name tag hier zo in de mine. Dus ik denk dat ze hier zo zijn. Oh, ze hebben ook een hele mooie ingang gemaakt hier. Oké. Dit begint wel ergens op te lijken. Hallo? Is er iemand? Hallo, Mick? Hallo? Mick? Hey! Hi! Hey, hallo daar. Hoe is het? Ja, hi. Ja, goed. Ja, mijn pickaxe was net kapot. Dus ik kwam weer naar boven. Oh, hier. Dan heb ik er eentje voor je. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Wow. Hey, dit hebben jullie mooi gemaakt hier, hoor. Die ingang en zo. Wauw. Ja, alles zijn ook trapjes nu, hè? Ja, dit is super chill om overheen te lopen ook. Dit gaat super snel. Ja. Wauw. Oké, ja, nice. Ik dacht, het ziet er niet uit. Ik was hier nog eigenlijk ook een beetje bezig. Okay, om, zeg maar, alles mooi te maken. Netjes. Maar is het ook gelukt met de spullen te zoeken voor de kogels en de wapens en zo? Ja. Ik heb iron. Ik heb heel veel iron. Oké, lekker. Dus dat is nice. Ja, ik wou net naar boven eigenlijk gaan. Die ben ik eigenlijk aan het zoeken. Of ja, ik vind het heel leuk. Oké, Giel dan. Nee, maakt niet uit. Ik vind het ook leuk om jou te zien. Maar ik moet even weten hoe dat het gaat met de enchanting table. Want ik heb hier wat leer en ik heb hier sugarcane waar we de boeken mee kunnen maken. Ik heb echt geen flauw idee waar de pro is. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dit helemaal alleen heb gedaan. Dus. Oké, dus ja. De pro is ergens anders aan het minen. Ja, oh, precies. Ik hoop dat, ja, dat het maar goed met hem gaat dan. Want ik dacht dat hij hier zou minen. Dus ik hoop niet dat hij de hacker is tegengekomen. Ik weet niet. Ja, ik was eigenlijk een beetje ook verzeld geraakt in dit project. Omdat ik het gewoon leuk vond. Oh, ja, maar Mick, we moeten nu even niks mooi maken. We moeten ons voorbereiden voor de hacker. Ja, maar ik vond het zo lelijk dat we nog geen mooie mine hadden. Ja, dat is ook belangrijk. Daar heb je ook gelijk in. Kijk, nu is het helemaal mooi. Ik heb zelfs lantaarntjes, hè, in plaats van toortjes. Ik dacht, dat is veel gezelliger. Nee, dit ziet er veel beter uit. Inderdaad. Nee, helemaal mee eens. En ik dacht, hier kunnen we misschien, omdat het zo gigantisch is, nog een chestenkamer maken voor de spullen. Een geheime chestenkamer. Nou, meer voor al het steen dat we vinden en zo. Ja, dat is ook wel heel erg slim, inderdaad. Nee, oké, top. Ik ga even al dit iron, want ik heb echt wel heel veel iron gevonden. Moet ik het anders voor je smelten? Dat kan ook, dat jij verder werkt of zo. Als jij het heel graag wil smelten, dan mag je dat ook. Ik heb het zo gedaan, maar... Nee, ik dacht van misschien vind jij het leuk nu een pickaxe hebt om verder te werken. Ja, oké, ik neem het wel mee. Ik stop het gewoon in de oven en dan komt het allemaal goed, joh. Waar, ik heb nog meer. Nog meer? Zo. Jeetje, zo. Maat. Hoe lang? Je hebt echt lang zitten minen hier, hè? Nou, goed bezig. Ja, hoe denk je dat... Giel, jij bent echt al lang weg, hoor. Ja, dat klopt. Ik heb ook al heel erg veel gedaan. En de noob, die had toen net al 20 appels verzameld. Dus dat gaat ook ontzettend lekker. Oh, ja. Oké, nou ga jij maar even de pro zoeken dan. Want ik heb geen idee. Ja, ik wacht wel gewoon op de pro. Ik ga gewoon dit in de oven gooien. En dan ga ik even die boekenkast alvast maken. Maar dat komt helemaal goed. Okay. Yo, doei. Oké, ik ben hier via mijn garage naar binnen gegaan in mijn huis. En ik ga eens even kijken of dat ik nog kool heb. Oh, nee. Heb ik geen kool meer? Oh, dan ben je niet. Nou ja, misschien heb ik hier in de chest nog wat. Anders moet ik even aan Mick vragen of dat hij misschien nog wat kool heeft. Even kijken. Kool. Nee, ik zie helemaal geen kool. Nee, oké, ik ga het aan Mick vragen. Ik ga gewoon meteen weer terug. Waarom ook niet? Mick, hallo? Hallo, Mick? Mick? Hallo? Heb jij toevallig nog wat kool voor mij? Je hebt geen kool en dan wil je het gaan smelten? Ja, sorry, maar misschien had jij nog wat, dacht ik. Ik heb wel iets minder kool, want ik dacht, dan ga ik niet... Ik heb het daarom niet uit. Oh, kijk. Maar dit is toch meer dan genoeg. Nou, oké, succes nog. Ik ga gelijk weer verder. Doei. Oké, ik ga hier eventjes de kool in de oven gooien. Nou, dat is niet heel erg veel werk, denk ik. Hoppakee, even dit erbij en dit erbij. En kijk, daar staan ze allemaal aan. Dat is helemaal top. En dan is het tijd dat ik even wat boekenkasten ga maken. En ik denk dat ik er zelf al een hoop kan maken. Maar ik moet trouwens eerst eens even kijken, hoe maak je een boek? Oké, ik kan in ieder geval wel papier maken. Dat moet ik dus eerst doen. Oké, bam, hoppakee. 60 papier. En nu kan ik dus boeken maken als het goed is. Oké. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel boeken ik kan maken. Oké, niet heel erg veel. Ah, nee, ik heb niet genoeg. Oké, ik ga alvast even dit zo doen. Hoppa, en dan doe ik dit ertussen. En dan heb ik 6 boekenkasten. Dat meen je niet. Oké, ik vraag dadelijk wel even of dat nog iemand wat sugarcane voor me heeft. Maar eerst ga ik denk ik even deze sugarcane weer planten ergens. En misschien kan ik hier wel even een klein farmpje opzetten. Dat zou ook helemaal niet zo'n gek idee zijn. Ik heb al gelijk eventjes wat water meegenomen. Want ik ga gewoon even een eigen farmpje maken. Waarom niet? Trouwens, dan hoef ik hier helemaal niet meer te zijn. Waarom loop ik hierheen? Ik moet even een goede plek vinden om deze sugarcane te plaatsen. Oh, ik wil gewoon alleen die hekken overslaan, zodat het eindelijk een keer stopt met regenen. Jeetje, wat vervelend. Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon hier dat sugarcane farm maken. Waarom ook niet? Eens even kijken. Zo, en dan doe ik zo. Bam, en dan doe ik zo. En zo.
Steel. En dan hebben we een Infinite Water Sword. Kijk, dat is helemaal top. En dan ga ik hier gewoon even een heel gat maken op deze manier. Hoppa, ik had volgens mij een shovel bij, hè? Ja, kijk, nou, dat gaat een heel stuk makkelijker. Zo, hoppa. En dan maak ik hier ook eventjes een gleuf. Hoppakee. En dat doe ik dan hier ook eventjes. Zo. En dan pak ik hier wat water. En dan vul ik dit alvast even in. Kijk eens aan. Hoppa. Kijk, nou, dit gaat best wel snel op deze manier. Zo, en zo, en zo, en zo, en zo, en zo. Bam. En al het water staat, dan kan dit ding in principe wel weer dicht. Hoppakee. En dan hak ik dit nog even weg. En dan plaats ik hier nog even wat water. En dan kan ik het zelfs hier nog een klein beetje uitbreiden op deze manier. Kijk, dat is natuurlijk ook helemaal geweldig. Hoppakee. Plaats ik het hier nog even dicht. Want hier zit om de een of andere reden een gat. En wat? Hier staat gewoon de auto van de Noob-speler. Oké. Weet je wat? Die laat ik gewoon wel zitten. Ik laat het gat wel open. Dat maakt toch niet veel uit. En dan ga ik hier de eerste sugarcane neerzetten. Let's go. Oh, dit gaat zo lang duren voordat ik hier een heel farm heb gemaakt. Maar goed, misschien kan ik ondertussen nog wat meer sugarcane vinden. Ik weet alleen uit mijn hoofd niet meer waar nog meer water zit. Oh, dat zou misschien wel kunnen zijn daar zo bij de jungle. Daar zit natuurlijk water. Dat heb ik wel eens gezien. Oké, we zijn hier weer bij het water. En dan gaan we eens even kijken. Hopelijk zit... Ja, kijk, aan de overkant de sugarcane. En, oh, kijk, hier ook. Oké, top, top, top. Dan neem ik hier gewoon even een beetje van mee. Zo op deze manier. Bam, bam, bam. En hier nog meer sugarcanes. Kom op. Hier, dankjewel. En dan pakken we deze ook mee. Kijk, nou, dit gaat in ieder geval al een goede start geven voor ons farm. Oké, laat ik hier nog maar eens even wat sugarcane neerzetten. Hoppa, zo. Hey, Giel. Hey, Mick, hallo. Ik schrik van jou, man. Potverdikkie. Nou, Giel, ik wil je even laten zien wat ik gemaakt heb. Want ik heb eigenlijk... Ik ben iets doorgeslagen misschien. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik kom wel even kijken. Ik had dus nog wat van dat kleuren, zeg maar. Ja. Van die blokken, van die concrete. Oh, ja. Ik dacht, die chestenkamer leek me eigenlijk best wel een goed idee. Dus je hebt de chestenkamer. En ik dacht, je kan ook de enchantmentkamer gelijk komen. Wauw, kijk dan. Oh, dit ziet er heel erg dik uit. Hé, dit is een goed idee. En hier wil je de enchantmentkamer maken. Ja, dat dacht ik. Dat is toch een mooi plekje. Dat is een heel erg mooi plekje. Ook echt een super goed idee, Mick. Lekker bezig, man. Hier kunnen we allemaal steen in doen dat we hebben, zeg maar. Gewoon onze steen. Dus als we dan stone bricks nodig hebben, dan kunnen we dat gelijk doen. En ik dacht, nooit meer ovens tekort. Nooit meer ovens. Ja, inderdaad. Nou, dat kun je wel zeggen. En moet je kijken hoeveel kool we nog hadden. Ik heb al dat kool bij elkaar verzameld. Jeetje, oké. Dit is echt top, Mick. Dit is echt fantastisch. Dit is een goede plek, man. Hier, kijk. Dan kunnen we hier inderdaad dadelijk die enchantment table maken. Dan kunnen we hier alles smelten wanneer we willen. En, nou, dat is top. Ik wou nog één ding doen, Giel. En dat is namelijk dat we hier nog ook even een crafting table. Okay, of zullen ook meerdere crafting... Nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Eentje is helemaal prima, Mick, joh. En ja, we moeten ook even de pro gaan vinden, want ja, die ben ik kwijt en ik maak me zorgen. Oké, weet je, ik ga de pro wel even zoeken en dan neem ik hem mee. Oké, is goed. Dan ga ik even kijken hoe het bij de noobspeler gaat. Ja, is goed. Yo. Oké, ik ben hier bij de sugarcane farm en het is al best wel een stukje gegroeid. Dit is helemaal top, joh. Ik ga het gelijk ook weer bijplanten, want we hebben gewoon alweer 14 sugarcane. Kijk, dit gaat lekker, zeg. En hier kunnen we dan nog sugarcane neerzetten en hier ook nog overal. Hoppa, en hierheen en hier nog een hoop. Dit gaat niet helemaal goed. En bam, kijk. Nou, dit is top. En dan groeit er gewoon al gelijk nog één, joh. Dat meen je niet. Dit farm werkt tot nu toe best wel goed. Kijk, en hier hebben we er nog één. Oh, kijk, nu kan ik echt dingen gaan farmen om dadelijk de enchanting kamer af te maken in de cave bij Mick. Oh, wacht. Ik zie dat de pro ook al thuis is. Klop, klop. Hallo, ben je thuis, pro? Hallo, ik zit beneden. Beneden? Heb je ook al een kelder, joh? Ja, hier zo, wacht. Oh, kijk. Oké, wauw. Ik heb hier even een kleine makeover gemaakt. Oké, ik had het nog niet eerder gezien, dus ik heb geen idee. Oh, nou, bij deze dan. Oh, dit is van het huis van hier. Ja. In deze kist liggen alle spullen die ik net heb gemaakt. Kijk eens even. Dit is top. Oh, en ook al lep is erbij. Hier in de fornuizen. Kijk, oh, dit is lekker, man. Ja, als jij een enchanting table kan maken, dan kun je straks even de mining gaan. Want Mick, die heeft daar een hele... Oh, kijk, nou, dat is helemaal handig. Mick heeft daar een hele enchanting plek gemaakt, waar we dadelijk kunnen gaan enchanten. Dus dat wordt wel heel erg leuk, denk ik. Oké, nice. Ja, het enige wat we dan nog missen zijn de boekenkasten, denk ik. Of zijn die geregeld? Nou, ik ben er nog mee bezig. Ik heb een heel sugarcane farm gemaakt en daarmee ga ik de boekenkasten regelen als het goed is. Maar daar ga ik meteen weer even naar terug. En dan, dan zie ik je straks wel in de mine. Dat is helemaal goed. Oké, nou, succes nog en dan zie ik je zo wel verschijnen. Yo. Komt goed, zie ik je zo. Doei. Oké, dan ga ik weer even snel naar mijn sugarcane farm toe. En eens even kijken. Jeetje, wat groeit dit snel. Dit is niet normaal, joh. Hoppakee, dit hakken we allemaal lekker mee. En dan moeten we hier dus weer even wat papier van gaan maken.
En weet je wat ik doe? Ik hak gewoon ook nog even zo de hele rijen mee. Dan heb ik sowieso genoeg voor alle boekenkasten, denk ik. En dan laat ik dit groeien voor de rest van de sugarcane farm. Dan hebben we in ieder geval ook de sugarcane farm. Dat is super chill. Oké, ik heb dus ook de enchanting table hier. Helemaal top. En ik weet niet of dat Mick er ook nog is. Nee. Oké, die zie ik niet. Oké, dan maak ik hier even wat papier van zo. Hoppakee. En dan gaan we weer even een heleboel boekjes maken. Hoppa. En dan gaan we nu een boekenkast weer maken. En we kunnen er 7 bij maken. Oh, dat is nog steeds niet genoeg, denk ik. Waar zijn ze nou? Oh, hier. Oké, top. Dan moeten we dus hier de enchanting table neerzetten. Zo, hoppa. En dan gaan we hier nog even dit maken. En dan maken we hier nog even 4 boekenkasten. En nu kunnen we nog geen level 30 enchanten. Dus we hebben nog een aantal boekenkasten nodig. Maar dat komt vast wel goed. Ik ga eens even kijken waar de noob uit hangt. Want die heb ik nou ook al een tijdje niet meer gezien. Noob. Hallo, noobspeler. Noobspeler, hallo. Jeetje, hij hoort me gewoon helemaal niet. Waar is hij? Oh nee, dadelijk heeft de hacker hem gepakt. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, dames en heren. Laten we eens even kijken. Noob, noob, noob. Oh nee, noob. Noob, hallo, noob, noob. Hey. Hey, hoi, hallo. Giel. Ja, hey. Daar ben ik weer. Hallo, Giel. Hallo, hoe is het ermee? Kijk eens, ik heb zoveel appels gevonden. Oeh. Kan ik gewoon eten? Oh, nee. Geen appels opeten. Oh. Die moeten eerst goud worden, noob. Kijk uit de creeper achter je. Yo, ik vloog echt een heel stuk weg. Zag je dat? Ja, dat zag ik. Dat was een beetje ongemakkelijk. Ik was ook een beetje noob. Hoeveel appels ik heb je eigenlijk? Ik heb 51 appels. Jeetje, oké, dat is meer dan genoeg. Yes. Zullen we anders gewoon gelijk teruglopen naar Kleurstad? En ik had hier ook, zeg maar... Ja. Hier was geen regen. En in de woestijn was geen regen. Oh, joh, wat? Hier zit ook zo'n hele vette baie met al die blokken. Oh, dat is heel nice. Dat is vet, hè? Dan kunnen we Kleurstad echt super groot uitbreiden, trouwens. Au. Kijk dan hoeveel kleuren hier zijn die we nog niet hadden. Ja. Dit is zo vet. En moet je hier kijken, Giel. Moet je hier kijken. Oh, joh. Naar beneden. Wat hier beneden? Wat heb je gevonden, Noob? Wat is hier dan? Dit is een vette grot, hé. Dit is de vetste grot die ik ooit gezien heb. Dit is inderdaad een hele vette grot, en die gaat nog verder. Misschien kunnen we hier ooit een zwemparadijs maken. Een indoor zwemparadijs. Ja, indoor zwemparadijs. Ik zie er geld in. Daarmee kunnen we heel veel diamonds verdienen aan Mick en de Pro. Zo. En voordat ik het vergeet, had ik ook nog wat koeien. Koeien? Ja, 20 koeien. Ja, okay, ik ben helemaal nice. Hier over de eiland geweest. Kijk, hier, dat is super chill, want we hebben nog een hele hoop dingen nodig. Boekenkasten, dus dat komt heel erg goed van passen, Noob. Yes, dan gaan we terug en alles maken. Ja, laten we gelijk maar terug naar Kleurstad gaan. Oké, we zijn weer in Kleurstad, Noob. En laten we maar eens even kijken waar deze gozers mee bezig zijn. Want, kijk, ze zijn hier allebei beneden. En volgens mij is dat hier ergens. Ja, kom aan. Hallo. Geheime ding. Jullie geheime bunker. Oh. Ja. Wow, is dit Mick's geheime bunker? Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Jongens, ik denk dat we alles hebben. Kijk, ik heb 52 appels. Giel, dit wist de noob nog niet, hè? Nee, ik wist het niet. Ja, nou ja, dat is dan maar zo. We zijn toch met z'n allen één survival, dus... Er staat hier wel iets wat de noob... Ja. Oké, ik heb al je goud gebruikt, bro. Wat, Mick? Zie je dit ding onder de lamp? Dat is niks interessants. Daar moet je van afblijven. Ja, dan moet je inderdaad van afblijven. Dat is niks voor jou. Een hamer. Een hamer? Ja, het is een hamer. Ja, klopt. Dat is ook alles wat het is. Oké, dan blijf ik daar vanaf. Hier, Noob. Kijk, hier kan je instaan. Oh, nee. Nee, doe dat niet. Dan ga ik dadelijk zijn iron kapot. Oh nee. Dat was wel grappig. Nee. Maar kijk jongens, ik heb golden apples gemaakt. Ik heb een hele hoop boekenkasten dadelijk weer. Ik sta in de brand. Ja, ik weet het. En laten we maar even de spullen gaan enchanten, want dat moeten we dus nog steeds doen. Oké. Ja, heeft iedereen zijn leveltjes of niet? Ja, jij zult er wel heel veel hebben, denk ik. Ik heb 9 nou. Ik heb er een hoop, ja. Als jij gewoon begint met enchanten, dan ga ik even de laatste boekenkasten afmaken. En Mick, jij mag de gouden appels wel bijhouden. Ik vertrouw je dat toe. Ik ga toch niet enchanten als je de boekenkasten nog niet klaar hebt? Ja, dat klopt. Oké, weet je, maar ik hoef niet zoveel meer te doen. Want ik heb hier trouwens, jongens, een sugarcane farm gemaakt. En als ik die nou allemaal omhak, dan denk ik dat we wel genoeg hebben voor het hele enchant gebeuren. Ik hak nog even deze rij mee en dan moet het wel... Ja, laat deze nog maar staan. Dan hebben we sowieso genoeg. Hoppakee. Dan kan iedereen zien wat ik gebouwd heb. Oh ja, dat heeft ook nog niet iedereen gezien. Oh, wat een leuke ingang zie ik. Het is moois gebouwd. Ja. Een ingang hier. Dit heb ik helemaal gebouwd. Nee, dat heb ik gedaan. Oh ja, grapje. Oh, wat een super mooie kleur hier op het plafond. Ja, ah. kijk.
Kijk, Noob, voor jou heb ik de kleur van dirt gedaan, omdat je zo fan van dirt bent. Wauw, dankjewel Mick, dat vind ik wel leuk van jou. Wow. Of heb je een andere kleur? Ik vind er ook echt super vet uitzien. Nee, je hebt alleen een dirt kleur. Ja, nou dat dacht ik al. Giel? Ja? Kun ik hier gewoon... Noob! Dat is... Wat doet hij nou? Hij alles weer aan het verpesten. Noob, doe nou even normaal. Mick heeft hier hard aan gewerkt, hè? Ja, kijk dit dan, Giel. Wat heeft hij nou weer gedaan? Ja, dan moet je kijken. Ja, ik ben toch even boekenkast aan het maken. Oh, nee, die dirt die moet weg, Noob. Klaar. Oké, sorry. Klaar met de dirt. Ik zal het niet doen. Echt waar. Ik doe wel in mijn eigen huis dirt. Ja, heel erg goed. Hoppakee. Dit moeten als het goed is genoeg boekenkasten zijn. Oh, ik kan 28 nu. Oh, nice. Maar we willen 30. Ja, dat is waar. Ik ga even nieuwe spullen halen voor de rest van de boekenkasten. Maar Giel, ik heb nog boekenkasten. Heb jij ook boekenkasten? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Oké, top. Dit zal het moeten zijn, denk ik. Of niet? En nog één. Hoppa. Ik hoop dat dit genoeg levels gaat opleveren zo. Ja, dit kan tot 30. Hé, kijk, lekker jongens. We hebben dit gewoon gefixt met z'n allen. Hè? Heel goed. Oh, hoppakee. Goed gedaan. Je kan zelfs de wapens enchanten. De wapens enchanten? Dat is vet. Dat wil ik kijk, ook. Kijk, je schiet nou sneller. Echt? Wat? Oh, joh. Heel cool. Ik heb nu ook mijn wapen geenchant. Oké, dit is heel erg vet. Oh, Giel, ik ga het testen. Oh, dat was niet handig. Ik had geen armor aan. Oké, nou, ik ga snel maar weer terug. Oh, nee. Oh, jongens, wat hebben jullie nou weer gedaan? Ja, we hebben een wapensmeting gemaakt. Ja, maar ik wist niet dat hij zo sterk was, sorry. Even kijken. Ik heb hier al mijn armor, die stop ik hier in de chest. Bro, kan jij die misschien enchanten? Want ik heb niet zoveel levels. Ja, die kan ik wel even enchanten. Hoppakee. Okay. Zo, nou, ik heb fully enchanted diamond armor. Kijk joh, oké, dat ziet er heel erg sterk uit. Ik heb bijna er ook ingelegd. Oké. Ik doe eerst die van Giel. Ja, okay. Doe maar. En heb je dadelijk Lapsi Lululu voor mij, Giel? Nee, Lapsi Lululu, het is Lapis Lazuli. Ik heb de Lapsi Lulu. Lipsi. Kom maar, Giel. Lipsi. Kijk, ik heb die ook. Oh, Mick, lekker hoor. In de onderste. In de onderste, alsjeblieft. Dit is niet verkeerd. Dan ook even voor de noob. Hoppakee. Kijk dan. Lekker hoor. Bro, ik heb bijna geen levels meer, Giel. Ik kan mijn zwaard niet meer doen. Oh, kom maar. Ik heb de bow. Dat is vervelend. Dat is heel... Oh, of hoeft mijn zwaard niet? Zullen we alleen de geweren doen? Ja, ik denk dat de geweren wel goed genoeg zijn. Die moet ik sowieso nog even een keertje doen. Maar eens even kijken. Als jullie hier nog even wat dingen enchanten, dan ga ik nog even in het museum wat abonnees op het bord zetten. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie hulp vandaag. Dat vind ik echt top. Ja, geen probleem. Ja, we hebben het niet puur voor jou gedaan, Giel. We doen het voor onszelf ook. Ja, dat weet ik. Maar hey, dit hebben we wel allemaal voor elkaar gekregen vandaag. We hebben zoveel gedaan. Je ziet er echt super tof uit. Ja, inderdaad. Jullie ook. Allemaal zien jullie er super tof uit met die armor. Nou, doei jongens. Yo. Doei. Het is weer tijd om wat abonnees op het bord te zetten. En vandaag ga ik deze twee rijen invullen. En kijk eens, er staan weer een hele hoop nieuwe namen op het bord. Sta je hier nou bij? Laat het dan even weten in de reacties. En als je nou de volgende keer een plekje op dit bord wil krijgen, reageer dan even hier beneden. Ik ben geabonneerd. En misschien kom je dan ook wel op dit prachtige bord te staan. Klik op deze video, want hier kun je zien wat Mick allemaal aan het doen is in de survival. Vergeet zeker niet even te abonneren hier beneden. En klik snel even op deze video, joh. Waar wacht je op? Kom op, klik.